Ook bij de Nederlandse voetbalbond zijn ze geschrokken van wat er gisteravond gebeurde. Vies, por quê? Eu só queria poder dar alegria ao meu povo, à minha gente que sofre tanto já com uma das coisas. Dames en heren, verwelkom jullie nieuwe manager. Ja mensen, het is zover. Hij is eindelijk uit. FIFA 22. Ik heb hem nog niet gespeeld. Maar we gaan hier bij deze video een aantal tips en tricks bespreken. En we gaan het niet zelf doen. Dat doe ik met Dani Hagebeuk. Dat was goed, hè? Ja, die was goed, ja. Die was goed, hè? Dat hebben we 10 keer overnieuw gedaan. Ja, Dani Heugebeuk. Dani, toch even. En dat doe ik samen met Dani Heugebeuk. Hagebeuk. En dat doe ik met Dani Hagebeuk. Gefeliciteerd, want het gaat goed met je. Ja, ja, je bent bijgetekend. Klopt. Dani doet de FIFA bij Ajax, hè? Ja. Je bent kampioen. Ja. Hoe goed ben jij met koken? Ja, heel goed. Ik heb gisteravond sierlijke gemaakt. Lekker. Waarom vertel ik het eigenlijk? Ja, omdat het lekker is. Nee. Nee, ik heb namelijk het topje van mijn duim afgesneden. Tenminste, hij hing eraf en toen klapte ik hem terug. En bloedde, jongen, bloedde. Maar ik dacht bij mezelf, ik vertel het wel even, want ik weet niet in hoeverre, als ik sta gaan spelen, ik toch deels een beetje geblesseerd ben. Ja, ik vind het heel moeilijk, maar... Ja, kijk, dan gaat hij gewoon pleisters plakken. Ja, nee, ja, en dit is weer, ik had een labeltje van kleding, die moest ik aftrekken zo. En dat sneek zo mijn vinger. Ik zit nog een beetje bloed hier. Dus wat we gaan doen eigenlijk vandaag, en daar heb ik natuurlijk wel uitgenodigd, is om een team te bouwen. Ja, dat is lekker. Kunnen wij daar eens mee beginnen? Ja, zeker. Nou, wie vind ik knap? Want ik vind die man in die witte t-shirt vind ik wel aanspreekbaar met dat petje. Ja, die is stoer, hè? De stoer toch? Hij lijkt wel op een tennis. Wat zeg je nou? Ik denk dat hij heel goed kan voetballen. Ivo Oosterbeek hebben mee te maken, dames en heren. Ivo Oosterbeek? Doe mij maar hoor, doe maar Ron Sepsport. Ja, want die moet Sepsport heten. Oké. Okay. Nou. Oké. Okay. Oh, kijk. We willen een eigen club. Ja, is goed. Daarmee gaan we samen naar de top. Yay. Ja. Team FC Sepsport. Goed zo. Bijnaam? Kijk eens even. Kan je zelf kiezen nog? Bijnaam Dream Destroyers. Dat zijn wij. Dream Destroyers. Dream Destroyers. Korte naam. Nou, doe Gerda. Nou, dan gaan we verder. Tuurlijk. Hier, kijk. We kunnen onze eigen tenues aanpassen. Ah, dat is niet gek, hè? Bovenste. Die is mooi. Die? Ja, mooi. Ja, rood wel. Ja, rood. Helemaal rood. Zit in ons logo, hè? Ja, dat ziet er goed uit, hoor. Dat ziet er perfect uit. Ja, het uiten nu moet ook nog. Het uiten nu? Dan wil je toch helemaal deze. Dit. En dit. Ook prima. Prachtig. Het is wel handig om eens even mee te... Wat vinden jullie van deze kleuren? Nou, ik vind en wat vinden jullie ook van de naam? FC Sepsport, dat is ook wel goed, hè? FC Sepsport met Gerda als... Met Gerda. Als ambassadeur. Ja, als ambassadeur, de ambassadrice. Ja, een beetje dat Gerda zegt, nou, ik vind het een heel leuk team, mensen. Nou, we hebben nog een logo ook. Nou ja, die? Deze? Ja, die had je. Ja. Prachtig. Stadion, hebben we dat al? Thuisstadion. Dit is het, nou, maar alle grote toch, een beetje... Nou, wat dan doen we... Ja. El Grandioso. Ah, El Grandioso, ja. Het wordt al El Grandioso. Dat is hem. Wat hebben wij een stadion, zeg. Prachtig. Alleen... Mooi stadion, zou Gerda zeggen, mooi stadion. Nu hebben we het. Genoeg geweest. We hebben het, ja. Oh, kijk eens, we hebben ook een transferbudget van 1 miljoen. Oh, dat kan je omhoog. Nou, gooi omhoog. 50 miljoen. We pakken 50 miljoen, want we moeten natuurlijk wel ergens kunnen beginnen. Precies. Anders hebben we alleen maar... En trouwens, dat doet iedereen. Moeilijkheid, wedstrijd. Ja, wat gaan we dan doen? Maar ga jij zo meteen spelen? Ja, hè? Ja, ik ga gewoon even een keertje spelen, natuurlijk. Ja, dan zetten we hem op beginnen, natuurlijk. Nee! Nou, we doen semi-prof. Nou, klaar om te schitteren. Schitteren. Ja, dat is ze. Nou, daar gaan we. Nou, Gerda op 1. Wat is het alweer? Gerda? Nou, dat staat er ineens. Ik wist niet dat kwam te staan. Maar gek, hè? Dat was toch alleen de bijnaam? Ja. Gerda. In het buitenland staan we bekend als Gerda. We hebben 50 miljoen. Zullen we even één goede speler kopen? Dan kunnen we daar dus alles mee. Ja, dan... Want we hebben echt een heel slecht team nu. Voor mij mag ik heel even naar het team kijken. Want wat hebben we eigenlijk? Ja, ik denk Gerda in de spits. Kijk, wat hebben we nou... Kijk, je spits... Wat hebben we nog op de bank zitten? Nou, we hebben wel eentje van 55. En wat kost Tadic? Dusan Tadic, dat zal hem zijn. Ja, 33 miljoen die kopen. Kopen bij de jongen. Acties tonen. Acties tonen. Benaderen om te kopen. Nou, laten we beginnen, zegt hij. Daar ben je. Daar ben je aan het onderhandelen met Tadic. Dat is fijn.
Oh, hij wil natuurlijk meer geld voor hebben. Oh, jongens. Nou, we bieden maar 35. Nee, ik wil meer geld. Ach. Nu willen ze ineens 53 miljoen ervoor hebben. Nou, dan bied je 50 en geen cent meer. Ja, dan ben je geld kwijt. Maar kunnen we dan wel de salarissen betalen? Weet je wat ik doe? 40 en een speler, dat vind ik eerlijk hoor. Als ze het nu niet doen, dan weet ik het ook niet meer. Gast, ben je skier of zo? Oh. Of doen we 50 miljoen proberen? En dan doen we ook een speler erbij? Nee. Oh. Ja? Ja, dan zijn we die maar kwijt. Maar die ga je toch niet meer, die gebruik je toch niet. Ik wil meer zelf ouwen. Dit is toch ongelooflijk. Nou, laten we beginnen. Maar je moet ergens beginnen. Ja, ik ga natuurlijk niet. Dan doen we het maar met dit team. Ik bedoel. Het is even niet anders. Oh, wat een raar team. We hebben wat voor systeem spelen we nou? Ja, dit is 3-4-3 van Gerda. Dus standaard Gerda staat er links in beeld. Dus zij heeft het zo allemaal neergezet. Op één lijn ook nog. Zal ik beginnen? Ja, begin jij maar. Ja, daar gaan we. Ja, jij kan meteen uitleggen hoe ik het doe. Goed hoor. Ja, toch? Koning. Kijk, ik... Wat is dat? Nou, dan moet je geen gooien erin zitten. Nee, dat is geel. Je wil ons nog dieper de schulden in helpen. Jongen, geel. Een rode kaart kunnen we ook ervoor betalen hoor. Je speelt wel de European International Cup, dus ik zou wel eventjes... Ja, maar ik moet ook denken aan mijn duim, hè? Ja, goed. Nou, doe maar wat leuks dan. Ja, maar dat is toch verschrikkelijk, die mensen die ervoor staan. Ja, ze kunnen er helemaal niks van. Ja, Ja, kijk, laat maar niet... Kom op, we willen geld zien op de bank. Ja, natuurlijk, doen! Oh, wat gebeurt er allemaal nou? Kijk, blazen. Ja, goed. Ja, natuurlijk. Ja, je bent erdoor. Doen! Ja, dat zijn die nieuwe keepers. Oh, rust. Even rust. Die grote. Okay, nou kijk, ik heb... kijk eens, wat gebeurt er nou allemaal? Nou, wat is hoe kan dat nou? We spelen geen eens op internet. Is... Nou, wat is dit nou raar, mensen? Ach. Scheids hier, hij wordt de bal afgepakt. Hoe kan dat nou? Kijk, tot nu toe heb ik alleen maar even gekeken. Hoe gaat het spel? Vind ik het leuk? Ja, ik vind het leuk. Maar dan ineens, hup. Ja, nou, natuurlijk. Die ga je niet meer inhalen. Nee, natuurlijk niet. Oh, ja, dat is een goal. Dat is een goal. Ja, natuurlijk is dat een goal. Hoppa. Ja, kijk, die dat geld... Nou, de eerste hoor. Ik hoor wat... Wat hoorde? Ik hoor de kassa rinkelen. Ik hoor wat lekker rinkelen, inderdaad. De eerste centjes die zijn verdiend. Die zijn binnen, hoor. Sepsport 1-0 tegen Kas Eupen. Nee. Ja, tof. Waar zijn allemaal mij? Goeie. Oh god, een slechte afspraak. Nou, geef het nou niet weg, hè? Nee. Dat heb ik helemaal gezien. Nee, dat snap ik helemaal. Dan komt er ook geen deel 2 meer. Dus. Nee, dat snap ik. Oeh! Oh god. Nou, wat was dat nou? Dit noemen ze semi-prof. Ja. Wat doet die computer nou, joh? Ik weet het ook niet. Dit is hem. Oh, heerlijk. Dat is een lekker balletje. Kom op dan, hé. Blijf maar hard slaan. 2-0. Ik vergeet het wel de hele tijd. Nee, dat is wel leuk, toch? Dit is toch goed spelen. Ja. Tikkie, takkie. Kijk eens. Prachtig. Hup. Het is het nieuwe part. Maar kijk, lopen dan. Nou, dat doet hij dan weer niet, hè? Whatever. Kijk. Oh, gatjakken. Wat een goal, zeg. Wat een goede call. Ja, goede call. En ik zou nu maar de bal gewoon lekker rondtikken in de laatste minuut. Ja. Zakelijk gezien, ja. Ik heb ook even een linksmidden gewisseld, vind je niet erg vindt. Nee, prima. Zo, ja, nee, ik ga hem nu zakelijk uitspelen natuurlijk. Hop. Kijk, hop. Nee, ga lekker vallen, jongen. En bek valt om. Ja, mijn bek valt om. Oh, dit is... Dat is goed, toch? Nee, nu moet je wel de bal pakken, anders komt er nog een tegenkans. Oh. Ja? Nee? Oh, de ronde ga je niet doen, hè? Oh. Hij vindt het goed geweest zo. Oh. Nee, nog niet. Nee. Het is matchfixing. Hij staat gewoon stil. Dat denk ik ook, ja. Oh, nu is het. Ja. Famos, dankjewel. Zeggen we dan. Dankjewel. Ja. Kijk, ik heb die eerste dag gewonnen. Ik ruik het geld. Nou ja, goede wisselwerking zo. Ja, maar... jouw spel vooral. Begrijp je? Maar ik wil jou nog wel eens zien, want het is best een hoog niveau. Stel nou dat we dit toernooi winnen, dan kunnen we misschien daar iets kopen. Ja, dat zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn.
Ik wil niet meer onderhandelen met Ajax. Wij ook niet met jouw kwal. Maar ga jij nou de volgende wedstrijd spelen? En als je dat wil zien, kijk dan even de volgende keer hoe hij het doet. En dan zet hem wel even op professioneel dan, hè? Wereldklasse. Ik heb wereldklasse. Als je de wedstrijd wil zien, dan moet je abonneerd blijven de volgende video. Ja, en als je deze video nou leuk vindt, doe even een duimpje omhoog en reageer even op de comments. Dan vind je het superleuk, dan moet je niet twee keer drukken, want dan gaat hij weer omlaag. En dan heb je nog geen like.